bij Flo Hendrik. En ik heb een opleiding textiel gevolgd in het VTI van Kortrijk. Daarna ben ik bij de Witte Lietaar gaan werken. En daarna ben ik leerkracht weeftechniek geworden in datzelfde VTI in Kortrijk. Met die kinderen stap voor stap vooruit gaan. En zien dat ze op het einde van een bepaalde periode iets bijgeleerd hebben. Dat is plezier hebben aan het werk. He. Dat is plezier hebben aan het werk. De weversloop werd gebruikt om kettingdraad te herstellen. Enfin, als er een van de verticale draden gebroken is, wordt die draad hersteld met een weversknoop. Ook bijvoorbeeld als die rekken moeten opnieuw opgevuld worden, vervangen van die bobijnen, dat wordt gedaan met oude bobijn weg, nieuwe bobijn aangeknoopt met weversknoop. Dus die weversknoop begint met onze draad in de goede positie van onze handen. Dus tussen duim en wijsvinger, een paar centimeter laten uitzitten. En de hand sluit er rond. En dan brengen we hetgeen je rechts vasthoudt achter hetgeen je links vasthoudt. Die draden zitten daar, ongeveer in een hoek van 90 graden die op zijn punt staat, tussen duim en wijsvinger van de linkerhand. En dan maken we een lus rond onze linkerduim en plaatsen die draad erbij tussen duim en wijsvinger van de linkerhand, tussen de twee eindjes. Met de rechterduim plooien we wat rechts uit zit in de lus en dan dichttrekken in de richting van de duim van de linkerhand. Dus alles